Hoi, ik ben Jante van Max Groningen en vandaag zijn we aan het Damsterdiep 3A. We doen het vandaag even een beetje anders, want het regent hartstikke hard buiten. Dus we doen geen nieuwe drone shots en we maken geen shots vanaf buiten. Maar ik ga jullie wel een superleuke studio laten zien. Nou, kom maar met mij mee. But before we do, please make sure you are subscribed to this channel and hit the bell icon to turn on your notifications. This way you will not miss a single upload. When you are interested in one of the properties, check the availability on our website, select Groningen, and look for the advertisement and click yes, I'm interested, and leave your details. Hier heb je ruimte voor een tv, een bijzettafeltje en een bank. Nou, het is superleuk, want de woonkamer en de slaapkamer zijn eigenlijk apart van elkaar, terwijl het eigenlijk één ruimte is. Dus het is een supergoeie inrichting. Ik ga jullie nu eerst de keuken laten zien. Hier heb je ruimte voor een koelkast en daar ruimte voor een eventueel een magnetron. En hier voor een gasfornuis. Nou, deze drie apparaten die zijn van de huidige bewoner, dus die zitten niet bij, bij de studio in. Verder de keuken en de kastjes die blijven natuurlijk staan. En de kraan die blijft er ook in zitten. Nou, dan gaan we nu door naar de slaapkamer. Hier is genoeg ruimte voor een tweepersoonsbed. En hier voor een kast voor kleding en een rek eventueel. Nou, dan ga ik jullie nu meenemen naar de badkamer. In de badkamer is een douche aanwezig. En aan deze kant zie je een wastafeltje met een spiegel. Hier is genoeg ruimte om handdoeken en eventueel kleding op te hangen als die gewassen zijn. En dan zal ik jullie nu meenemen naar de plek waar je je kleren kan wassen. Dat deel je met de andere bewoners. In het complex zijn meerdere wasmachines. Dus daar ga ik jullie nu mee naartoe nemen. Hier heb je één wasmachine. Die is op dit moment aan het draaien. Deze deel je dan met de andere bewoners. Maar er zijn op verschillende locaties in het pand wasmachines aanwezig. Hier is het toilet, maar deze is op dit moment bezet, dus die kan ik helaas niet laten zien. Dus dan gaan we weer terug naar de kamer. Nou, we zijn weer terug in de studio en ik heb jullie nog niet verteld hoe groot de studio is. Dus dat ga ik jullie nu eventjes laten zien. Nou, deze afstand is 4,6 meter en de afstand van deze muur naar die muur is ongeveer 6,3. Dus dat kom je ongeveer uit op 30 vierkante meter, inclusief de badkamer natuurlijk. Ik weet niet of jullie weten waar het Damsterdiep ongeveer gelegen is, maar dat is vlakbij de Grote Markt. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar vanuit dit raam is de Martini-toren te zien. Nou, ben je nou geïnteresseerd in deze studio? Kijk dan voor de beschikbaarheid op onze website. En ben je geïnteresseerd? Laat dan een reactie achter. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel.